Keurig. Wat jullie alle twee al heel netjes doen, vind ik. Hè, is dat je de ponies niet zo probeert lekker te laten lopen. Ja, dat je weinig doet om ze tegen te houden, om in een bepaalde houding te komen of wat dan ook. Maar vooral hè, dat je ze lekker actief voorwaarts rijdt met een fijn contact. Ja, de verbinding tussen de mond van de pony en jouw hand, dat is heel belangrijk, hè. En om dat goed te kunnen doen, ja, moet je onafhankelijk kunnen zitten. En wat we vandaag gaan doen is niet alleen maar aanwijzingen geven hoe dat je pony het beste kan lopen, maar vooral ook hoe dat je zelf het beste kunt zitten om de pony zo goed mogelijk te laten lopen. Ja, want het goed op een pony zitten, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en misschien ook wel het moeilijkste. Ja, en dat betekent dan eigenlijk, als je zo, ik zie je daardoor zitten, ja, dat je keurig netjes zit, hè, je blijft fijn aan het zadel, doe je goed. En dan heb je je handen heel netjes voor jou uitstaan. Snap je wat ik bedoel daarmee? Ja. Ja, nou, en dan zit je lekker en dan vind ik dat je handen, die zijn niet gespannen. En die staan mooi voor jouw lichaam. En je pony neemt toch de hand een beetje aan, hè, neemt toch een beetje contact, loopt al een beetje aan het bit zelfs. Ja, en je hoeft niet veel met je handen te sjorren. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Hè, proberen. Hè, je zitten, dat doe je eigenlijk ook lekker. Je houding is mooi in mijn ogen. Hè. Je zit netjes rechtop. Dat is ook belangrijk, niet het belangrijkste. Wat je een klein beetje moet proberen te doen, hè, dat is je been lang te houden. Je houdt je knieën een beetje omhoog. En bij het drijven je hakken een beetje. Hè, dan word ik een beetje kritisch. Ja, maar daar kom je ook voor, denk ik. Mijn tip is eigenlijk om proberen je been lang te houden. Ja, en als je dan drijft, hè, dat je probeert, op het moment dat je drijft, dat je niet op je teen gaat staan. En dat je de hak omhoog en dan gaat kijken hoe je dit. Ja, en dan gaat het knie schuift voor het zadel. Ja. Soms werkt het goed om de beugels een keer uit te doen. Ja, dan ga je zo zitten en dan probeer je dit een beetje te doen. Ja, en dan laat je jezelf zo zitten. Je hoeft niet echt zo gekrommen, maar niet te veel te tekenen naar buiten. Ja. Dus gewoon een beetje zo. Maar het belangrijke waar je probeert op te letten, is dat je been lang blijft houden en bij je drijven niet te veel dit doet. Dus de knie omhoog. En dan voel je als je dit doet, dat je kuitspier die wordt slap. En als je naar beneden drukt, dan voel je hem harder. Ja. Nou, als je dan een beetje uitdrukt, dan heb je daar net een beetje meer kracht. Ja. Ja, dus ik vind dat hij fijn loopt. Ja, het loopt best fijn, ook in de hand denk ik. Hij voelt niet rond aan. Nee, dat ziet er goed uit. Dat is wel fijn. Ja, dat is fijn. Dat is mooi meegenomen. Maar wat ik ook heel fijn vind, dat je handen daar fijn voor je hebt staan. Ja, je zit niet zo en je zit ook niet te knijpen met je handen. Ja. Ja, dus ik begin altijd graag met het positieve wat ik zie. Het is in de handhouding. Als jij hier beweegt, ja, vind ik dat je dit best mooi stil kan houden. Dit is lekker los en het schudt niet te veel. Ja, dan zie je het al. Ja, vind je ook weer leuk. Nee, dat deed ook ongeluk hoor. Ik heb het zadel een beetje naar achteren gelegd, laten leggen, zodat het iets beter in balans ligt. En ze zei al gelijk, van ja, dat zit gelijk heel anders. Ik ben het met alles wat Frank net zei heel erg eens. Ik heb wel nog wat aanvullingen. Wat ik zou willen is dat je iets meer vanuit je diepe buikspieren rijdt. Omdat je op het moment dat je gaat doorzitten en je pony versnelt wat, dan raak je wel een klein beetje achterover. Ja. Je zit op zich heel netjes, maar om goede spiergebruik te hebben en je pony's rug, om te zorgen dat je pony's rug het beste kan gebruiken, wil je eigenlijk precies rechtop zitten. Maar als je pony voorwaarts gaat, dan ga je al gauw een klein beetje terug. Ja, dus je moet jezelf actief met je buikspieren meezetten. Nou, als je nou zo zit, kun je dan je navel een beetje intrekken naar je toe. Ja, goed zo. En probeer maar eens ietsje meer een rechte lijn te maken van je rug. Zo. Nou denk jij waarschijnlijk dat je voorover zit. Ja. Ja. En nou je buikspieren een beetje aanspannen. Ja, goed zo. En duw maar eens met die aangespannen buikspieren tegen mijn hand. Duw. Buikspieren aanspannen en duw. Ja, goed zo. Kijk, want je handen waren al heel netjes van positie. Maar als je vanuit je lichaam nog wat meer jezelf meezet en recht houdt, ja, dan wordt het nog fijner. En, dus dat moet je goed onthouden, een beetje denken alsof je duwt. Je hoeft hem niet los te gooien, dus de verbinding met zijn mond die vond ik heel mooi en die mag zo blijven. Maar het is een beetje alsof je met je kruiwagen rijdt. Je maakt een verbinding, maar je duwt hem voor je uit in een voorwaartse beweging.
Ja. Dus dat, hè. Even de teugels vasthouden. En pak maar zijn teugels alsof je aan het rijden bent. Ja, oké. Okay. Ga ik even de beweging van je pony nadoen. Oké, tot waar beweeg je? Hoe bedoel je dat? Tot waar beweegt jouw arm? Daar. Waar? Noemen ze een lichaamsdeel? Hand, elleboog, schouder. Ja, de schouder. Ja, nu moet hij weten. Ja, daarnet moest ik nog een klein beetje trekken om jou in beweging te krijgen. Als je nou eens een keer zo doet, doe maar eens. Ja, daar zit je schouder gewricht. Ja. Ja, pak nou je teugels maar weer vast. En neem nou eens dat schouder gewricht links en rechts mee in je beweging. Denk aan duwen zonder los te gooien. Nog meer, losser. Daar. Nou kan ik bewegen. En doe nou je schouder eens terug strak. Kijk, nou moet ik jou meetrekken. Ja. Ja? Dus qua positie vond ik alles heel goed, maar ik wil je schoudergewricht losser en vanuit je buikspieren nog meer mee. He? Ja. Dat is al heel goed, maar nog meer. Nog één keer. Ik zal het even laten voelen, hè? Doe jij eens de beweging? Ja? Oké, okay. Nou, hier kan je makkelijk bewegen, hè? Ja. En nu? Ja, nu niet. Nee. En je ziet niks, hè? Want mijn handen gaan nog steeds op en neer. Ja. Zie je dat? Dus het ziet er nog steeds goed uit, maar jij voelt het verschil wel, hè? Ja. Nou is die weer los, hoor. Ja. Ja? Probeer dat maar eens. Ga maar lekker een stukje draven doorzitten. En hè, in de draf is het hoofd stiller, dus dan hoef je niet zo erg dit te doen. Maar in de galop, ik zeg altijd, ik wil de beweging van de galop tot in je schoudergewricht terugzien. Ja. Ja. Dan kan hij maximaal bewegen. Ja. Ja, ik kijk zo eventjes mee. Ik ga eventjes hier kijken. Ja, kan jij een beetje oefenen? En kom ik zo even meekijken, goed? Ja. Voel je dat in je schouder? Ja. Daar bummelt hij. Oké, andere hand ook een keer. Iets hoger. Ja. Voel je dat? Ja. Ja, en blijf jezelf mee naar voren houden. Hè? Je zit nu weer net een klein beetje achterover. Precies rechtop, met je hoofd naar het plafond, want anders gaan je rugspieren het werk doen in plaats van je buikspieren. Ja, goed Kim. Zo, ja. Ja, en laat je benen gewoon lekker hangen van daaruit. Dus je hoofd naar het plafond en je voeten naar de grond en dan mee naar voren. Doe maar, en je zadel was net een beetje naar voren gaan liggen. Ga maar zitten op een manier dat je denkt van nou, zo druk ik mijn zadel niet naar voren, maar zo hou ik het zadel in het midden. Goed zo. Goed zo. Wat is er nu met de aanleuning gebeurd met je pony? Het is veel fijner geworden. Ja, voel je dat? Ga nou eens terug zitten hoe je net zat, dus met je schouder aangespannen en achterover. Voel je dat die strakker wordt weer? Ja. En het was al heel mooi, hè? Pas op, hè? Het was echt niet slecht, hè? Maar voel je dat het nog fijner en nog lichter kan? Ja. Goed zo. En weer je hoofd naar het plafond en je voeten naar de grond. Gewoon laten zakken op een ontspannen manier. Bij Kim heb ik eraan gewerkt. Ik vind bij Kim al heel veel dingen heel mooi voor elkaar. Het ziet er netjes uit, ze heeft een fijne beïnwerking. Ze werkt heel bewust in ook, ze weet wat ze doet. Waar ik nog aan gewerkt heb is om er iets meer vanuit de aanspanning in haar buikspieren te laten rijden. Om nog iets beter met de voorwaartse beweging mee te komen. En om nog iets beter op een manier te zitten waarop dat de pony zijn rug kan gebruiken. En op een gegeven moment voelden ze dus ook niet alleen dat er buikspieren zeer gingen doen, maar wel ook dat de pony nog fijner in de aanleuning werd, lichter werd. En dat komt dus door een verbeterd ruggebruik.